Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek is dat de grondbeginselen meer worden herkend bij een politieke partij dan de mediaframes. Dus we zien echt dat het overgrote deel van de respondenten aangeeft de PvdA te associëren met haar grondbeginselen. Nou, en de beginselen die we daarvoor gekozen hebben zijn onder andere sociaal, democratisch, duurzaam. En dat betekent in ieder geval dat de politieke frames, of de frames in het algemeen, in ieder geval niet sterker zijn dan de idealistische waarden waar de partij zich aan probeert te spiegelen. We hebben gezien dat Partij voor de Allochtonen ten opzichte van alle andere mediaframes die we getoetst hebben, het minst geassocieerd wordt met de Partij van de Arbeid. Dat wil niet zeggen dat 35%, grofweg een derde, dat het heel weinig is, maar het is wel het minst sterke frame ten opzichte van de andere frames die we getoetst hebben. Ik kan me goed voorstellen dat als je onderdeel bent van de PvdA, dat je denkt dat dit echt een heel zwaar thema is dat bij de kiezers in de samenleving leeft. Alleen ja, uit onderzoek komt naar voren dat ten opzichte van de overige mediaframes die wij onderzocht hebben, dit een van de minst sterke frames is dat bij de kiezer leeft. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat een opluchting is.